Goedemiddag, dit was hoofdstuk 4. En dat begint met breuken. Dat is eigenlijk heel simpel. Het begint met breuken schrijven als decimalen. Ik zal erbij gaan staan. Een voorbeeld, als ik 217 neem. En ik moet dat als een decimaal getal schrijven. Dan doe ik dat in de grafische rekenmachine. 2 plus 1 gedeeld door 7. Als je dat invult, kom je uit op 2,14. Op die manier heb je het in decimale getallen. Ik heb het hier afgerond op 2 decimalen. Op bladzijde 112 onderaan krijg je ook nog te maken met vermenigvuldigen en delen met breuken. Vermenigvuldigen. Voor het gemak schrijf ik even het keerteken. Als je gaat vermenigvuldigen en er zitten helen in, moet je eerst de helen in breuken veranderen. En daarna ga je teller maal teller vermenigvuldigen. En onder de streep noemer maal noemer. Met natuurlijk een voorbeeld erbij. Ik heb als voorbeeld genomen 2¼. Die vermenigvuldig ik met, even kijken, 1/2. Stap 1. De helen veranderen in breuken. 2¼, 2 maal 4 is 8 plus 1 is 9/4. Die vermenigvuldig ik met 1 maal 3 is 3 plus 2, 5/3. Die kan ik vermenigvuldigen. Tel ik je tellen, 9 maal 5 is 45. Noemer ik je noemer, 4 maal 3 is 12. 45/12. Dan kan ik 3 hele uithalen, 36/12, en dan hou ik 9/12 over. En die kun je boven en onder de streep delen door 3. En dan heb je maximaal vereenvoudigd tot 3/4. Delen van de breuk. Die gaat precies hetzelfde als vermenigvuldigen. Eerst de helen in breuken veranderen. En daarna tweede breuk omdraaien. En keer. Gedeeld door wordt keer. Met ook hier weer het voorbeeld. Ik heb hier gedaan 1/2. Die deel ik door 1/4/7. Stap 1. De hele in breuken veranderen. 1/2 wordt 3/2. 1/4/7. 1 keer 7 is 7 plus 4 is 11/7. Ik heb nu de hele in breuken veranderd. Nu ga ik de tweede breuk omdraaien. En delen wordt keer. Zoals vroeger het rijmpje ging. Delen door getal is vermenigvuldigen met het omgekeerde. Dit wordt dan 3/2. De deling wordt keer. 11/7 moet ik omdraaien, wat de 7/11. Denk er dus om, alleen de tweede breuk ga je omdraaien, die eerste niet. Nu is het de vermenigvuldiging en dan kan je weer dit aanhouden. Tellen maal tellen, 3 keer 7 is 21. Noemer keer noemer, 2 keer 11 is 22. 21, 22ste kan je verder niet meer vereenvoudigen. Voor de blinden en slechtzienden onder jullie ga ik even inzoomen.
En daarna ga ik het uitvegen en het volgende onderdeel pakken. De breuk die je omzet in de grafische rekenmachine 2 plus 1 zevende. Bij vermenigvuldigen, de hele inbreuk veranderen, tellen keer tellen, noemen keer noemen. En bij delen, ook de hele inbreuken veranderen, tweede breuk omdraaien en het deeltal wordt een keer, zoals jullie hier kunnen zien. Dat was hem voor nu. Zo, paragraaf 4.2 gaat over absoluut en relatief. Dat is niet zo moeilijk. Ik denk dat jullie het ook wel weten. Absoluut is in gewone getallen. Gewone getallen. En relatief is als je de boel omzet naar procenten. En voor de drankrijders onder jullie, het kan ook in promiel, dat is per duizend. Dat kom je vooral tegen bij drankrijders. Als ze te veel promiel in bloed hebben, dan zijn ze het rijbewijs kwijt. Er valt verder weinig over te vertellen. Afronden, paragraaf 4.3, dat is ook niet zo moeilijk. Als je gaat afronden bijvoorbeeld op 2 decimalen, dan ga je naar de derde decimaal kijken. Decimaal. Dus je gaat op 2 afronden, dan moet je de derde decimaal kijken. Is die kleiner of gelijk aan 4, dan gebeurt er niks, weglaten. Als de derde decimaal groter is of gelijk aan 5, dan wordt de tweede decimaal eentje hoger. Hoger, even mooi schrijven. Even een simpel voorbeeld. 2,734. Je gaat op 2 decimalen afronden. Je kijkt naar de derde decimaal. Dat is een 4 of lager. Je mag hem weglaten. En het wordt 2,73. Is het echter 2,735? Het is een 5 of hoger in dit geval. Dan gaat de tweede decimaal 1 omhoog. Het was 2,73 en het wordt 2,74. Soms kun je afwijken van de afrondregel, dat is als het vanwege de opgave is. Stel je voor, je kunt het nu bijna niet meer voorstellen, maar dat je met 19 man de stad in wil en je gaat een aantal taxis bestellen. Er kunnen 4 mensen, nou, ga met 21 mensen naar de stad toe, nog veel leuker. Er kunnen 4 mensen in de taxi, als je dan gaat zeggen hoeveel taxis hebben we nodig, 21 mensen delen door 4 per taxi, dan zou je aan 5,25 taxis genoeg hebben. Afgerond zou dit 5 taxis zijn. Vervelend is dan echter dat je maar 20 mensen mee kunt nemen. 1 persoon kan niet mee naar de stad, dus dan is het vanwege de opgave dat je op dit moment niet 5 afrondt naar beneden toe, maar dat je dan 6 taxis neemt. Maar dat spreekt eigenlijk wel voor zich. 4.4, eenheden. Die staan allemaal op de Teams-pagina. Ik heb opgeschreven waar je het kan vinden. Je gaat naar Teams, waar je nu over zit. Naar de wiskunde A-pagina. Ben je eenmaal op die wiskundepagina, dan ga je naar een map. Handig om te weten.
En als je die map opent, dan zie je daar het metrieke stelsel. Dat metrieke stelsel dat gaat van millimeter naar kilometer, of van kilometer naar millimeter, ligt dan of je van groot naar klein gaat of omgekeerd. Kilometer, hectometer, dekameter, DAM, die was vaak vergeten. Dan komen we op meter, daarna gaan we naar decimeter, centimeter, millimeter. Dit rijtje geldt voor het hele metrieke stelsel. Hier gaat het over lengtes. Elke stap die je naar rechts maakt, ga je vermenigvuldigen met 10. Bijvoorbeeld 2 meter is 20 decimeter. Elke stap naar rechts ga je delen door 10. Stel je voor je hebt 500 centimeter en je moet dat veranderen naar meters. 500 gedeeld door 10 is 50 decimeter. 50 decimeter delen door 10 kom je op 5 meter. Als jullie in dat metrieke stelsel kijken, hebben jullie ook het rijtje waar een kwadraat boven staat. Dus vierkante kilometer tot vierkante millimeter. Elke stap naar links of naar rechts is dan vermenigvuldigen of delen met 100. Kun je ook aan onthouden, omdat daar een kwadraat, dat mag 2 op staat. 2 nulletjes. Wat je ook moet weten is dat een vierkante hectometer ook bekend staat, of beter bekend is zelfs onder de naam hectare. Vierkante decameter wordt een are genoemd en de vierkante meter wordt een centiare genoemd. Die termen moet je kennen. Die worden ook door elkaar heen gebruikt. Dan hebben we ook nog te maken met inhoud. Dan komt er een drietje boven te staan. In de praktijk komen we meestal van kubieke meter tot kubieke millimeter tegen. Deze zie je eigenlijk bijna nooit. Kubieke meter kom je vaak tegen bij voorradende hout voor de open haard. Kubieke decimeter, kubieke centimeter en kubieke millimeter. Elke keer links of rechts vermenigvuldigen of delen met 1000. Die inhouden die kan je ook zien als liters. Dan ga je van kiloliter naar hectoliter. Oftewel alle emmetjes veranderen dan in een elletje. Dan krijg je weer te maken met naar links of naar rechts vermenigvuldigen en delen met 10. Want er staat geen drietje meer boven. En je moet onthouden, een kiloliter is gelijk aan een kubieke meter. Een liter is gelijk aan een kubieke decimeter. En een milliliter is gelijk aan een kubieke centimeter. Het staat ook allemaal op dat papier wat je hier kan vinden. Valt er nog iets in te zoomen? Ik denk dat dit wel goed leesbaar is. Zo niet, kijk het rustig na. Ik ga het even uitvegen en dan ga ik zo dadelijk nog even de tijden en de standaardvorm uitleggen. Die komen wel. Paragraaf 4.5 gaat over tijden. Wat moet je in de gaten houden? Dat er maar 60 seconden in een minuut zitten en 60 minuten in een uur. Elk jaar opnieuw is er weer iemand die dat toch weer verkeerd doet. Die decimale getallen verwaart met het 60-tal stelsel van de tijd. Ik heb een voorbeeld voor jullie om te laten zien hoe je dat omrekent. Meestal heb je met die tijden te maken met een tabel die je gaat veranderen. Een voorbeeld dus. Even kijken, ik had gedacht zo ongeveer 500 meter zwemmen. En hoe lang doe ik daarover? 15 minuten. Let even op de notatie. 15 minuten, daar komt een punt te staan. 17 seconden. En daarna komt een komma en achter die komma komen de decimalen. Namelijk 4/10 van een seconde. Hier staan geen uren voor, maar tussen uren en minuten zou een punt komen als dat van aan de orde is. Tussen minuten en seconden komt een punt te staan. En na de seconden, dan komen de honderdsten, of in dit geval tientallen. En dan krijg je een komma. Hier zit je met 60, hier zit je met 60 en hierna krijg je weer het normale tientallig of honderdtallig stelsel.
Als ik wil uitrekenen hoe snel ik zwem in kilometers per uur, dan maak ik weer een, zoals dat heet, een verhoudingstabel. Die hebben jullie in hoofdstuk 1, dacht ik, al gehad. Of het was boek 4, daar wil ik even af zijn. Ik ga zeggen, hoe groot is de afstand die ik heb afgelegd en hoeveel tijd heb ik erover gedaan? De afstand is 500 meter. De tijd, die moet ik omzetten in alleen maar seconden. Als ik hier zeg 15.17,4 en ik ga daarna delen door 15.17, dan doe je net alsof er 17 seconden in, alsof er 100 seconden in een minuut zitten. En dat is niet zo. Dus je moet dit even allemaal omrekenen naar seconden. Afstand is dus in meters en de tijd in dit geval in seconden. 15 minuten, dat is 15 maal 60, is 900 seconden. Plus 17,4 kom ik uit op 917,4 seconden. Als ik wil weten wat mijn snelheid per uur is, dan moet ik van 917 seconden naar 3600 seconden. 60 minuten keer 60 seconden. Dat betekent dat ik eerst uit ga rekenen hoeveel leg ik af in 1 seconde. Dat betekent dat ik boven en onder ga delen door 917,4. Hier komt ook een getalletje uit, die ga ik nu even niet uitrekenen. Want in de rekenmachine doe je dat ook in 1 door. Dan ga je van 1 seconde ga je naar een heel uur, 3600 seconden. Dat betekent dat je hier gaat vermenigvuldigen met 3600. Dan moet je ook dit bovenste getal vermenigvuldigen met 3600. Hier was het gedeeld door 917. Deze bewerking doe je in één keer door, zodat je geen problemen krijgt met afronden. Dus je zegt 500 delen door 917,4 en het antwoord ga je gelijk vermenigvuldigen met 3600 en dan kom ik uit op 1962. Let er wel op, dit zijn meters. Wil je de snelheid in kilometers hebben, dan moet je dit delen door 1000 en dan wordt het, nou ja, 1,962 kilometer per uur. Eigenlijk ongeveer 2 kilometer per uur. Dat zegt gelijk iets over mijn zwemkunsten, dat ik die snelheid heb. Niet zo best dus. We hebben ook nog de standaardvorm als laatste. Dat is paragraaf 4.6. Grote en kleine getallen. Grote en kleine getallen die worden in de standaardvorm weergegeven. Standaardvorm. Die wordt ook wel genoemd wetenschappelijke notatie. Die termen worden door elkaar gebruikt. Dat is weer inhoud dat je ze allebei moet kennen. Dit zijn dus dezelfde dingen. Hoe ziet die standaardvorm eruit? Je begint met een getal tussen 1 en 10. En die ga je vermenigvuldigen met een macht van 10. Twee voorbeelden, omdat we dit al heel vaak hebben behandeld. Als ik het getal 21.000 heb. En ik wil die in de standaardvorm schrijven. Ik begin met een getal tussen 1 en 10. Dat wordt dan 2,1. Keer een macht van 10. Wat is er met die komma gebeurd? De komma stond eerst hier aan het einde. Hoeveel plekken is die opgeschoven? 1 plaats, 2 plaatsen, 3 plaatsen, 4 plaatsen. Dan is het 10 tot de macht 4. Er is 4 plekken opgeschoven. Een heel klein getal. 0,07003. Je gaat nu de komma van links naar rechts schuiven en dan kom je hier al
gelijk bij 7 uit. 7 is een getal tussen 1 en 10. 7,003 om precies te zijn. Die moet ik vermenigvuldigen van met een macht van 10. Hele kleine getallen die krijgen een negatieve exponent. Hele grote die hebben een positieve exponent. Nu krijgen we dus een negatieve exponent. De komma die is hoeveel plekken opgeschoven? Die is van hier is die 1, 2 plaatsen opgeschoven. Dan is het tot de macht min 2. Nog één ding. Als je op een gegeven moment iets uitgerekend hebt en je komt dan uiteindelijk uit op een antwoord van 17,4 keer 10 tot de macht 7. En je denkt, hip hoi, ik ben er. Prachtig mooi. Als je dit antwoord geeft, wordt het fout gerekend. Want dit is niet een getal tussen 1 en 10. Dus hier moet je nog eens een keer delen door 10. Dan wordt dat 1,74 keer 10 tot de macht 8. Dan pas staat hij in de goede standaardvorm. Dat was hoofdstuk 4. Nog een paar te gaan. Ik zal nog even inzoomen voor zover het nodig is. Er zijn er een paar met slechte ogen, dus. Hierboven zie je de verhoudingstabel. 500 meter in 15 minuten, 17 seconden en 4 tiende. En dat is omgerekend naar kilometers per uur. Daaronder de standaardvorm, oftewel wetenschappelijke notatie. Dat is een getal tussen de 1 en de 10 en die wordt vermenigvuldigd met een macht van 10, zoals jullie hier zien. Met een voorbeeld, 21.000 wordt 2,1 keer 10 tot de macht 4. 0,07003 wordt 7,003, dat is het getal tussen 1 en 10. De komma is 2 plekken naar rechts verschoven, keer 10 tot de macht min 2. Dat is hem.